Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Inky en ah, wat heb ik toch weer zin in deze aflevering vandaag. Eigenlijk ook weer een beetje niet. Ik zal zo vertellen waarom. Moet je zien hoe mooi mijn poto is? Ah. Maar voordat ik de video begin, kijkers, wil ik jullie eigenlijk allemaal eens eventjes heel erg bedanken voor alle support de laatste tijd. Ah, wat een coole vrachtwagen. Ah. Nee, maar ik wil jullie even heel erg bedanken voor alle support de laatste tijd. We hebben superveel nieuwe abonnees, superveel leuke video's met allemaal weergaven en likes en zo. Dat is allemaal heel leuk. En als jullie hier kijken, zien jullie door de bosjes heen. In wilde, Henkie. Als we hem zoeken, is zijn natuurlijke habitat. Daar is hij. Daar heb je hem, jongens. En Henkie, dit is trouwens niet zijn natuurlijke habitat. Dit is een hele ongewone plek voor Henkie. Een echte Henkie zal zijn natuurlijke habitat vinden. In een garage, waar een panto te vinden is. Maar als jullie goed kijken in de verte daar, zien jullie daar de panto. Dus ik denk dat deze wilde Henkie op zoek is naar zijn panto. De wilde Henkie benadert de panto. Ik denk dat de Henkie de panto elk moment kan gaan benaderen. Oh, daar gaat hij! Hij gaat in aanval! Maar ik wilde jullie even nogmaals bedanken. Kijk even of je al geabonneerd bent. Doe het gewoon eventjes. Het is vet leuk. Ik upload heel veel jottem leuke video's. Like ook even de video. We gaan vorige keer al 1000 likes gezet. We gaan gewoon gek doen. We gaan gewoon 2000 likes zeggen. 2000 likes, dat is zoveel. Maar ik denk dat we dat samen allemaal wel kunnen. 2000. Maar het maakt niet uit. We gaan beginnen. Want waarom ik hier eigenlijk ben en wat ik zei dat ik er zin in heb, maar ook weer niet, is een beetje stommig. Maar ik was het materiaal vergeten vorige keer toen ik mijn vrachtwagen hier ging testen. Aan de kant op het vliegveld. Toen was ik wat materiaal vergeten. En zeg maar een paar hamertjes en een paar schroefjes en boutjes. En die wil ik even terughalen, want die waren uit de vrachtwagen gevlogen. Omdat ik, ja, ik vloog natuurlijk wel heel hoog. Sesam, open nu! Dus vandaar dat wij even hierheen gaan. We moeten even die, ja, die paar hamertjes, boutjes, schroefjes, dietjes, datjes. We moeten even zoeken en teruggaan. En als we teruggaan naar huis heb ik toch zo'n leuk idee. Open! Toch zo'n leuk idee om te doen. Ah, moet je zien. Oh! Niet zo slippen. Moet je zien hoe cool dit is. Dit is dus echt van een echt groot vliegtuig geweest. Volgens mij is dit van de Cargo Blockplane XA-94 geweest. Ah. Het was zo cool, kijk. Dit is een stukje geschiedenis. Die moeten jullie gewoon kennen. Oh, muur. Oh, muur. Ah, je ziet dat daar een muur zat. Maar goed, we gaan dus even zoeken daarna. Kijk wat een leuke vliegtuigjes zijn. Zo, wat is deze cool. Hij is groot, zeg. Wow. Eigenlijk zou ik ooit wel eens een keer in zo'n vliegtuig willen. Maar ze zijn allemaal zo klein. Klein. Oh, kijkers. Wat is dat, een groot vliegtuig? Ah, moet je zien, hé. Wow, kijk, dat is een normaal vliegtuig die we net ook zagen. Kijk, dit is normaal. En moet je zien wat hier staat. Wow, hé, hier wil ik toch wel eens even kijken. Ah, wat cool. Oh, de deur staat open. De deur staat open. Hoe kan dat nou? De deur staat gewoon open. Wat cool. Ah, ik zie hier toch wel een mogelijkheid, als ik het zo zelf kan zeggen. Een hele leuke mogelijkheid. Wow, en die turbo engine die zou ik hebben. Ah, hij is niet op zijn maximale uitvoering. Maar dat zou ik denk ik wel kunnen doen met een paar sleuteltjes hier. En een paar schroefjes en boutjes daar. En Henkie, super ietsie, pietsie, ietsie, pietsie, kleine upgrade. Maar wil het wel lukken? Zou ik eens gewoon eens inkijken? Ik ga er gewoon eens inkijken, kijkers. Ah, wauw, moet je zien, hé. Kijk, ik heb een kapot. Ja, ik heb een panto zien vanaf hier. Moet je zien, wat cool. Ik kan zelfs nog omhoog daar. Ah, oh, hier zou ik zoveel coole autootjes in kunnen zetten. Hoe cool zou dit zijn? Hier mijn panto. Hier nog een panto. Hier nog een panto. Allemaal coole auto's zou ik hierin kunnen zetten. Het Henkie panto vervoer. Wat cool. Wat is deze ladder dan? Waar breng ik deze mee? Oké, zo. Oh, dan kom ik hier terecht. Kijk eens, wat een coole knopjes overal. Ik wil ze indrukken. Ik zie iets wat ik kan doen, kijk eens. Ik heb iets op het oog en die kijken nu recht naar. Oh, die kijken nu niet meer recht naar. Ik ben afgeleid, er zit daar een andere coole knop. Hier ook nog een ultrasonische XR-radar. Ah, wat cool allemaal. Ah, kijk eens, ik wil hier echt gaan monteren. Au! Ah! Ah, 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 mijn rug. Ah, weet je wat? We gaan hem gewoon monteren. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon kijken wat we kunnen fixen. En nou, oh, ik heb daar toch zoveel zin in. Ik heb mijn gereedschap al bij me. Ik ga die boertjes en moutjes en schroefjes ga ik later wel zoeken. Kijk eens, we gaan eens deze monteren. Ah, wat heb ik daar toch zin in? Oké, als ik er zo naar kijk, zie ik al op één ogenblik dat de kleuren en het contrast helemaal niet klopt. Wit en blauw, wat is dat nou voor kleur? Dat gebruik je toch niet? Dus we gaan eerst even de kleur aanpassen.
Oké, kijk eens, ik heb hem een beetje aangepast. Ietsiepietsie ander kleurtje gegeven. Hij is namelijk nu helemaal roze en groen, net als de panto. Ze passen goed bij elkaar. Wat een leuk setje samen zo. Hey, jongens, niet te romantisch doen nu, hè? Maar goed, kijk eens. Leuk, hè? Wat is hij mooi geworden. Ik heb trouwens het bak even opengezet achter, omdat ik nu aan de binnenkant moet gaan sleutelen. We gaan even snel. Daarom, kijk, dat leek mij een heel leuk idee. Als ik nou gewoon de panto mee zou nemen op dit avontuur. Oh, rustig aan, panto. Even de deurtjes dicht gedaan. Maar, kijk, ik kan de panto kan ik er gewoon inzetten. En hoe cool is dat dan? De panto gewoon hier niet zetten op dit plekje, zo. En die gaat gewoon mee. Nu kan ik ook gewoon sleutelen van binnen hier, oh. Zal ik even een hamertje pakken? Zo, en dan kan ik nu gewoon even gaan sleutelen hier binnen. Ik weet dat de motor, die zit daarboven. En dan moet ik daar naar achter toe. En dan kan ik bij de motor knutselen. Maar ik zie daar al een box en de stroomdraden lopen daarheen. Met hier nog een afvalsysteem. Kijk eens, dit wordt een leuk klusje. Maar we gaan dit fixen. Hij gaat super snel en leuk worden. We doen het. Er staat daar danger. Daar is niks gevaarlijks aan, toch? Ik kan gewoon erop slaan. Ah! Oké, kijk eens. Na veel klussen hier zijn we tot de conclusie gekomen dat hij klaar is. Hij is helemaal ready voor vertrek. Dus we moeten even de deuren dicht doen. De panto staat erin. Dan gaan we even daar naar boven. Alles hier is ook klaar voor vertrek. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon vertrekken met het voertuig. Oké, kijk eens. We zitten erin. De motors draaien. De hittegolf is komen eruit. De hittegolven komen eruit. Boep, deurtjes dicht. Oké, kijk eens, zijn we er klaar voor? We gaan eerst, moeten we heel voorzichtig doen, want het ding is heel fragiel. En we moeten even naar de goede plek gaan om op te stijgen. En waar gaan we die vinden? Oké, daar weet ik al een route. Ik weet de route, kijk eens. Oké, we maken nu de laatste bocht en dan zijn we er helemaal klaar voor. Oké, kijkers, ik ben er klaar voor. Ik ben klaar om op te stijgen. Alles hier binnen, dat klopt. Alle metingen, die klopt, die zijn correct. Ik heb alle bemanningen aan boord. Zijn we er klaar voor, jongens? Goed zo, we gaan ervoor. Oké, en opstijgen. In 3, 2, 1. En daar gaan we. We moeten heel voorzichtig gaan, want anders gaat het fout. We kunnen niet al gelijk, denk je, boostbutton indrukken, kijkers. Niet al gelijk. Oké, dan moeten we eerst een beetje snelheid. En omhoog. De wielen in. De wielen zijn ingetrokken. Dan gaan we gelijk een bocht maken, want we mogen niet te ver boven het water. Want deze vliegtuig moet heel voorzichtig zijn. Nou, ik weet niet eens of ze überhaupt weten dat ik het vliegtuig gemonteerd heb. Wat is die cool? Wat is die cool, kijkers? Oké, en dat was dit nog niet eens het meest spannende, het opstijgen. Het meest spannende gaat worden. Het wegvliegen met denk je boostbutton. We zitten nu op kilometersnelheid. 113 kilometer per uur. Dat is niet al te snel. Dat kan stukken sneller. Dus kijk eens, daar gaan we. Snelheid, topsnelheid bereiken we in 3, 2, 1. Oh, ik heb die boostbutton ingedrukt. Oh, wat gaan we snel? We gaan in 311 kilometer per uur. Oh. Rustig, kijkers. Oh. Oké, kijkers, we zijn zo snel. We zijn al helemaal hier. We zijn al helemaal in het gebergte. Wow, dat ging snel. We gaan een salto maken. Ik weet niet of dit nou zo'n goed idee was. Hey, ik zie de sterrenhemel. Ah, en de zon. Wat mooi. Oh jee. Kijk eens, ik zie niks. Waar is alles? Oh jee. We gaan wel heel snel. Oké, we hebben het overleefd. Niks aan de hand, kijkers. Nou, ik vlieg nu wel lekker al een tijdje. En ik vind het eigenlijk wel fijn. Waarom reageert dit niet meer? Knopje, hallo? Knopje, de motor is uitgevallen. Kijkers, de motor is uitgevallen. We zijn klaar. Dit is het dan, kijkers. Dit is het dan. We zijn gestrand in de lucht, want de motor is uitgevallen. Oh jee. Oké, kijkers, dat was het dan. Ik ga er denk ik, dit moet landen. Dit moet landen, deze landing moet lukken. Want de motor is uitgevallen, kijkers. Waar is het? Kijk, daar is het vliegveld. Dit kunnen we. We moeten even die snelheid pakken. De wielen moeten uit. De wielen zijn uit. We gaan met veel te snel. Oké. We gaan toch veel te snel, kijkers. Gaat deze landing lukken? Gaat deze landing lukken? We hebben maar een aantal snelheid die we hebben. Ja, dit lukt. Wow, moet je zien. De motor is uitgevallen. Ik ben gewoon geland. Wat cool. Ah, gelukkig heb ik niet denk ik noodbutton ingedrukt. Oh, wow. Kijk eens, er is heel veel gebeurd. Er gebeurt heel veel chaos. Ik klikte per ongeluk op denk ik naar boostbutton. Oh nee, waar is het vliegtuig gebleven? Kijk eens, het vliegtuig is ergens in het water geland. We moeten hem opsporen. Kijk eens, ik heb deze submarine geleend. Oh, wat eng. Hier ben ik toch zo bang voor. Oh, daar is hij, kijk eens. Hier is hij. Oh, we moeten hem uit het water zien te vissen. Ik heb deze onderzeeër even geleend. Van het vliegveld.
Dit gebeurt volgens mij wel vaker, maar oh, kijk eens. Mijn prachtding. Oh, hij is helemaal nat. Hij is helemaal nat. Hier heb je hem. Mijn prachtvrouw voertuig. Oh, ik pas er net niet in, toch? Jawel, pas erin. Oh jee. Oh, er zit een gat in. Oh, kijk eens, er zit een gat in. Oh, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Wat moet ik nou doen, kijkers? Wat moet ik nou doen? We moeten even wel onderzoeken. Tot in hoeverre wij hierin kunnen. Oké, kijkers. We zijn nu even aan het zwemmen. We zijn even snel aan het zwemmen. Zoekend. Zoekend naar even de laatste tools die we nodig hebben voor dit. We moeten naar de cockpit. Snel, naar de cockpit. Oké, we zijn er, kijkers. Hier kan ik alles fixen. Geef me een lever. En dan kan ik hier alles fixen wat er gedaan moet worden. Oh, jottem. Oké, kijk eens. Na veel moeite en veel oefenen is het me gelukt. Ik heb hem helemaal weer terug uit het water gevist. Vraag me niet hoe ik dat ooit gedaan heb. Want ik ben gewoon heel goed met voertuigen. Dus ik dacht, wat nou? Als we nu een keer de Henky Boost moeten gebruiken tijdens het opstijgen. Net deden we dat ook. Alleen toen was de motor uitgevallen. Dus toen hadden we geen mogelijkheid meer om op te stijgen. Toen gebeurden er allemaal vet rare dingen. Dus zijn jullie er klaar voor? We gaan gewoon opstijgen. 3, 2, 1, go. Henky Boost button. Henky Boost button. Oh. Oh, en opstijgen. Daar gaan we. Zo snel kan dat tegenwoordig, kijkers. Met dit vliegtuig kan je alles. Wat een goed vliegtuig, hé. Ah, ik heb een leuk idee, kijkers. Ik heb zo'n leuk idee wat we kunnen doen. Kijk, als het goed is. Niet te snel. Oh, ik ga veel te snel. Ik wil zeggen, ik vlieg over mijn huis heen. Maar dan ga ik nog veel te snel voor. Als het goed is, ik heb een beetje in de lucht afgeremd. Ja, daar is het. Kijk eens, kijk. We gaan nu over mijn huis heen vliegen. Daar is hij in mijn huis. Ik zie hem. Ah, wat heb ik toch eigenlijk ook een cool huis, hè? Ik ben nog nooit echt zo volgens mij over mijn huis heen gevlogen. Ah, kijk eens, wat was dat leuk. Zullen we gewoon naar het andere vliegveld eens een keer gaan en daar proberen te landen? En dan gaan we via daar kijken of we de panto kunnen droppen. Huh? Mijn panto zit erin! Mijn panto ligt nog in het water! Die zat natuurlijk ook in het vliegtuig. Kijk eens, mijn panto! Hij ligt nog in het water! We gaan er full speed of af. Ik kan mijn panto toch niet achterlaten zoals dit, kijkers. Dat kan ik toch niet doen. Wat zielig voor mijn auto. Kijk eens, we moeten de panto redden. We gaan er full speed op af. We kunnen hier niks tegen doen. Het vliegtuig, dat gaat ons reddingsmiddel zijn. Ons probleem en het reddingsmiddel. Kijk eens, daar gaan we dan. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? We gaan de panto redden. Dit kunnen we hem niet aandoen. We kunnen hem dit niet aandoen. Kijk eens, daar gaan we. Voor de panto! Ja! We gaan hier naar de knul. Komen eraan. Panto, waar ben je dan? Waar ben je dan? Ik ben je zoeken. Ik heb mijn hele vliegtuig aan je opgegeven. Daar is hij, kijkers. Daar staat hij. De deur staat zelfs open. Oh, de hele kleur is eraf. Hij heeft gewoon geen kleur meer. Alleen de rollcage nog. Maar die heb ik ook met een speciaal vet ingedikt. Omdat hij altijd buiten de auto zit en de meeste schade krijgt. Oh, kijkers. Wat heb ik hem aangedaan? De hele kleur is er vanaf. Hij is helemaal geen kleur meer nu. Oh, we moeten snel uit het water vissen, kijkers. Oh, kijkers, we hebben hem uit het water kunnen vissen. Kijk, daar ligt het vliegtuig nog. Je ziet de punt, zie je nog uit het water steken. Maar alles voor mijn panto. Ik zou dat grootste vliegtuig 100 miljoen keer opgeven om deze panto te kunnen redden. Maar de kleur is eraf, dus we moeten met spoed naar huis. Nee, een kiesmotor om hem te fixen, want dat is niet Jottem, jongens, dit. Dit is helemaal niet Jottem. Gelukkig ben dus mijn motor waterproof, maar de kleur, dat is toch gewoon het kenmerk van de panto. Dus we moeten snel, met alle snelheid die we hebben, moeten we teruggaan. Hier, we driften alsof het niks is. Henky heeft, panto heeft by far de beste grip op de weg vergeleken met alle auto's. Ga nou eens open, nu! Oh, kijk eens, we gaan snel naar huis. Oh, we zijn er. We zijn er. Oh, snel. Henky, panto, dit kan ik hem toch niet aandoen. Hij moet snel een kleurtje krijgen, kijkers. We gaan snel een kleurtje pakken, we gaan spuiten. We gaan alles eraan doen om hem weer goed te krijgen. Zo, alsof het niks is, hij is weer terug zoals hij was. Ah, wat is hier toch weer mooi. Sorry, panto, ik zal je nooit meer meenemen op zo'n gevaarlijk avontuur. Het vliegtuig was zo'n slecht idee, maar het was zo Jottem leuk, hè, zo'n vliegtuig. Ah, wat ging die snel en wat was die cool, kijkers. Ah, maar ik moet wel weer even rusten, hoor. Net zoals het vrachtwagenverhaal, daar was ik ook zo moe van na afloop. Maar dit is zo leuk gedaan weer, dit. Ah, wat fijn, hè. De panto is weer goed, ik ga hem ook gelijk even in de garage zetten. Zoals we die nou gewoon lekker hier inzetten. Gaan we weg, doen we de garage weer dicht. Ik heb dit laatste Minecraft nagebouwd, hè, kijkers. Wisten jullie dat al? Hadden jullie die video gezien dat ik dit had nagebouwd in Minecraft? Mijn hele huisje. Ah, oh, maar kijk eens, we gaan gauw naar binnen. We gaan gauw onze rust pakken binnen hier. Ah, oh, ik heb zin in een nootmuskaatkoekje. Ah, oh, wat een lekker nootmuskaatkoekje voor mij. Ah, jam, ik heb een peusje aan, ja. Maar kijk eens, dit was het dan weer voor vandaag. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was weer
heel gevaarlijk en we zijn weer alle kanten opgevlogen. Veel gekke dingen meegemaakt. Maar op het einde komt het toch altijd zoals gewoonlijk weer goed. Dank jullie wel voor het kijken, kijkers. Doe allemaal even een blauw duimpje omhoog. 2000 likes, weet je nog. Ik ga kijken of we het kunnen halen. En zo niet, dan maakt het niet uit. Ik hou gewoon van als jullie alsnog liken en abonneren. Dat vind ik gewoon heel leuk altijd. Maak me gewoon vrolijk. Dank jullie wel, kijkers. Tot de volgende keer. Ik spreek jullie later. Glaasje water, flesje bier. We tellen tot 4. Tot ziens.